Goedenavond. Vanavond bij de Icon de speelfilm De Auditie. Over Han, een regisseur, en over Dan, zijn gerolstoelde assistent. En ze hebben samen de opdracht een film te maken over swingende gehandicapten. Ze houden een auditie. Blinde rappers, eigenwijze spastici, spierzieken en doven passeren de revue. Han, de regisseur, die raakt er een beetje van in de war. En Dan, zijn assistent, die heeft er veel minder moeite mee. Maar de auditie loopt volledig uit de hand. Ja. Je staat erop. Reken op je zaterdag. Oké. Hoe laat komen jullie me halen? Je kunt dan met de trein. Alleen? Ja, maar waarom niet? Dat heb ik nog nooit gedaan. Kan iemand me komen halen? Kan je geen assistent sturen of zo? Ik ben zelf de assistent. Problemen hebben. Die moeten in de film volgens onze geachte opdrachtgevers. Maar we moeten vooral laten zien dat ze geen problemen hebben. Wat willen ze nou eigenlijk? Swingende jonge gehandicapten. Er mag verdomme ook niet gevloekt worden. Jezus Christus, ik zou dag en nacht vloeken als ik in een rolstoel zou zitten. Hé, dan. Nou, Artis. Apenfilm, het is niks voor mij. Mam. Je carrière. Die zit wel goed, jongen. Maar denk jij nou ook maar eens na waar die film over moet gaan? Waar moet die film in godsnaam over gaan? Van de
Zo, dus je gaat vandaag voor het eerst met de trein? Ja, ik vind het heel eng hoor. Ja? Ja. Dat lijkt me spannend hoor. Jawel, maar ze konden helemaal niemand sturen. En dan moet ik nog naar zo'n auditie toe. Wat vind jij er nou van? Komt allemaal best goed. Hopla. Oepsa. Nou, Carolien, ik kom je wel halen bij de gevonden voorwerpen. Doei. Wil je 50 gulden verdienen? Ik leer maar even mee te gaan. Ik verkoop. Tover in titel Doofinstituut. Groepleider. Groepsleidster. Ja. Nee. Ik studeer Frans. Frans, ja. Wil je naar Frankrijk? Voor, wat zeg je? Wil je naar Frankrijk? Of ik naar Frankrijk wil? Nee, niet speciaal. Nee, misschien wel naar Afrika. Regisseur. Nee, ik ben Han de regisseur. Dit is Dan. De eerste kandidaat. Regie, assistent, mevrouw. Ik heb dit alles geregeld. En ik zorg voor de koffie vandaag. Lekker. Suiker en melk. Een klein broekje melk graag. Alles klaar dan? De eerste dia graag. Dit is Barbara, die heb ik ontmoet tijdens het zomerkamp in Ardennen in België.
fijn. Ja, dan Ardennen liggen in België. Iets professioneler graag. Barbara, 21 jaar, studeert Frans, heeft een toonsinistische hobby's, tekenen, dansen. Dat is een mooie meid, zeg. Daar moeten we iets mee doen. Kom, iets professioneler graag. Cool. Jaap, 32 jaar. Ja, Jaap, te oud. Hij heeft een hele mooie motor. Ga door. Jaap heeft op je 22e een motorongeluk gehad. Hij heeft nu een dwarslezing. Caroline, 21 jaar, spastisch, kan ook acteren. Ik kan inderdaad misschien wel acteren. Die moeten we in de gaten houden. Aan de hemels, de afgod van mijn ziel, de schoonste ziel. Twijfel aan het licht der sterren, twijfel aan de loop der zon. Twijfel of de waarheid waar is, maar twijfel nooit aan mijn liefde. De volgende. Zomaar oversteken. Je ziet hoe gevaarlijk dat wel is. Kom maar. Als het dan weer was gegaan, wat dan? Ja. Kom maar. En waarom heeft u eigenlijk niet van tevoren gebeld? Dat u wilde komen? Ik heb wel gebeld. Dat weet ik nergens van. Ja, daar kan ik niks aan doen. Maar het is bloedleed wat u doet. Verwacht enige vertraging. De deur waar we trekken we nou niet op tijd. Opzichten bedoelt u zeker? Spoed, brug op 20 over. Conducteur, waar we vertrekken we nou niet op tijd? Sorry meneer, we zijn nog even bezig. Laat ze dan de volgende trein nemen. Dat maken wij wel uit meneer. Hallo. Han. Hallo, Henkje. Hoi. Pak die kabel even neergezet met een stoel erop. Oh. En dan zetten we jou neer. Ben je koffie, Henkje? Nee, dank u. Ik heb op mijn handen zo vol. Oké. Hoe lang ben je al blind? Nou, sinds eigenlijk mijn geboorte, maar toen ben ik weer wat gaan zien. Doordat mijn netvliesje ging vasthechten. Maar op mijn 10e is het ook weer bijna allemaal weggegaan. Doordat ik een klap op mijn oog heb gehad. Ook een klap op je oog gehad? Ja. Jezus. En toen is dat netvlies weer losgegaan. Ja, ja. Zit je nog op school? Ja, inderdaad. Welke school? Het Jordan Lyceum in Zeist. Het is dus geen school voor blinden. Oh, je zit niet op een blindenschool? Nee, heb ik wel jarenlang op gezeten, maar ja, die scholen die gaan niet verder als MAVO. En het is ook wel fijn om te integreren in de maatschappij gewoon. Zitten er wel dames in de klas ook? Ja. Ja? Merendeel. Oh ja, leuke dames. Ja, nou ja. Oh, die kun je natuurlijk niet zien. Nee. Ja. Ben jij iets spelen voor me? Ja hoor. Oh ja? Henk Jeroen, dit is heel mooi, maar ik bedoel eigenlijk iets swingends. Ja. Ja, nou, jij kan het wel wat swingender spelen. Ja. Ja, Henk Jeroen kan ook goed rappen. Jij rapt.
I'm professional of the rap, and when I speak, the guaranteed that my lines will not be weak. I say the mind is a terrible thing to weigh. That's why I'm here up on the case, so ripping up every mind with a special degree, the sociopsychology, BE. The Gettysburg experience is my cause. When you take my class, you will feel the force. Cause I know the truth that my rap is wrong. When I speak to you, I ain't just dumb. Je zat toch voor zielende gehandicapte zorg. En jij zat toch voor een beetje regie zorgen? Muziek. How you feel up there? I said, how you feel up there? Clap your hands, everybody, if you know what it takes. Cause I'm Uncle G and you got to see that these are the race. Alles is geregeld, alles staat klaar. Een bed, een bier, een bad en een rammelaar. De ouders zijn benieuwd, ze denken allebei. Wat zal het worden, een hij of een zij? Het maakt niet uit of hij nou zwart of rond is. Als alles er maar aan zit en de beker gezond is. Misschien komt hij langzaam, misschien komt hij vlug. Maar als hij eenmaal is, dan kan hij niet meer terug. We dachten het blij als hij eenmaal is. Totdat de dokter zegt, er is iets met hem mis. Dokter, is hij doof, is hij stom, is hij blind? Of geef hem een blijft kennis van een spastisch kind? Terug ligt te huilen en het liefde wil ze dood. Maar vader zegt het valt mee, zijn haar is nog niet rood. Champagne kunnen knallen, begrijp het meisje kraak. Gehandicapt naar en niemand is gemaakt. Maar ja, dan komt de lage school en dat is een keer. Het lijkt wat je dus geweerd. Overal, en you know that is the face. Met een handicap valt af en toe niet mee. Soms zit je knap te ballen op de invalide play. Ze kijken je niet aan of hoog gaat met de nek. Ze denken als je blikt, wat dat die grote is nog gek. Maar nog erger is degene die op gehandicapte geld. Die met een mond voor onze ouders en met medelijden kan. Je bent een blokje in dokter, vul op je af. Je bent een thema in een film, maar je wiegt tot aan je graf. Doe toch eens normaal tegen mensen zoals wij. Gehandicapt, wie is dat volgens mij de maatschappij? Wil je zo'n soort van dokterschap, drinken op de drank. Een mooie vergelijking, ook al gaat die wel op gang. Ik geef je neer toe, ik ben geen zanger met talent. Maar ze winnen het al gaan goed als je invalide bent. Laat mij maar lekker zien. Ik red me wel alleen met schijt aan iedereen. Van de voorwerpen. Doei. Progressieve spierziekte. Oh ja, progressieve spierziekte. Dat betekent dat het steeds erger wordt. Goed. Zou je voor mij een stukje kunnen lopen? Daar? Ja. Maar ik kan die trapje niet op, meer even helpen. Kun je van links naar rechts lopen?
Ja, links. Heel goed. Naar rechts. Oké. Ja. Goed, heel goed. Oké, kan je draaien? Ja? Ja, iets sneller en een beetje iets. Ja, ja. Oké, stop maar. Kan je nu met je rug naar me toe staan? Ja, goed. Draai je om. Ja, wacht even. Actie. Nou, wacht even. Moet je even 2 seconden wachten. Net als in de film. 1, 2 en actie. Ja, wacht, ja, zie je? 1, 2, hè? Dus nog een keer. Ja? Dat moet je toch denken, die 1, 2. Heel goed, ja. Actie. Ja. Maar goed. Nou. Ja, doe maar wat. Nee? Ik weet het niet. Goed, ja. Oké. Barbara. Concentreer je. Je loopt naar achter. Je komt op mij af. Je kijkt me aan. Je glimlacht. En terwijl je dat doet, doe je heel langzaam dat zwarte truitje wat je aan hebt, dat doe je uit. Ja. Wat wil je nou? Wil je een pornofilm maken of zoiets? Daar ben ik niet voor gekomen. Nee, moet je ik snap er allemaal niets meer van. Luister, je hoeft niet boos te worden. Ik wil alleen maar kijken hoe jij het beste overkomt. Kunt u mij misschien even helpen? Wat ga je doen? Wat ga je nou doen? Ik word je niet persoonlijk aangesproken voelen. Film is nu eenmaal hard. Die boze reacties van je, die zijn prachtig. Echt waar. Kijk, dat moeten we juist hebben. Een gehandicapte die ook mens is. Die boos wordt, die lacht, die huilt. Net als alle andere mensen. Zeg dan, waar gaat die film eigenlijk over? Nou, er is nog niks, maar het zou een documentaire moeten worden over gehandicapte jongeren die wat maken van hun leven. Ja, en hij moet ook nog swingen. En dat denken jullie zo voor elkaar te krijgen. Nou ja, en jullie. En vind jij jezelf swingend genoeg om een film te maken over swingende gehandicapten? Ja, Jezus, die film die gaat over jullie. Die gaat niet over mij. Ik probeer alleen maar een zo goed mogelijk idee te krijgen waar die film over moet gaan. En ik word er nog amper voor betaald. Bovendien ben ik als regisseur al swingend genoeg. Waar moet je naartoe? Naar een auditie. Oh. Hier vlakbij, we zijn er net voorbij. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Ja. Dan speel ik toch gewoon een liedje. Tot we bij het volgende station zijn. Weer op zee gaan, een goed schip erin verschiet, een ster om op aan te sturen, anders verlang ik niet. Het rukken van het wiel, het kraken van het hout, het zeil er tegen. Als de dag aanbreekt door de grauwe zee, door een mist van regen. Want er op wat rollende branding brekend op de kust, dreunt diep in het land in mijn oren, laat mij nergens rust. Het is stil hier, ik vlag een stormdag met witte jagende wolken, hoog op storm schuin en meeuwen om kronkelende kolken. Ik ben een gedoemde zwerver, waar moet ik anders heen? Maar gelaten door het wind gaan, en weg de stad van steen.
Geen vrouw, geen hart verwacht mij. Ach, ik blijf ook liever zonder. Ik heb genoeg aan een pijp op wacht en een glas in voorronde. Ja hoor, daar gaat mijn striptease hek. En ik had er nog zo op geoefend. Nee, wacht, het is Jantine. Die heeft helemaal niet meer open. Of het is een brief voor zijn meisje. En dan nu de drie hoofdvragen voor Jantine. Doof. Ben je doof? Ja. Stokdoof? Ja. Dus je hoort niets? Nee. Pas op, Jantine. Jouw beurt. Jantine, ga je mee? Waarom die moet zo hard praten? Je hoeft niet zo hard te praten, ik begrijp je wel. Ga je mee? Goed. Je bent doof. Ja. Stokdoof. Stokdoof als een kwartel. Stokdoof als een kwartel. Dus ze hoort helemaal niks. Is ze liever doof dan blind? Jantine, jij vond mij daarnet niet swingend genoeg. Wat vindt ze zelf swingend? Waarom wil je meewerken aan deze film? Dan. Waarom wil je meewerken aan deze film? Dan, wacht even. Sorry, wacht even. Waarom wil zij meewerken aan deze film? Ik wil dit. Dat weet ik niet. Ik wil dat niet. Waarom accepteren horenden de dove taal niet? Doven kunnen eigenlijk alles doen. Ze kunnen fietsen, lachen, naar de film, lezen. Hoe lang is alles. Maar waarom dat is fantastisch. Dan. Waarom merk je? Dan. Even niet nu. Wacht even. Waarom merk je? Dan. Hoe lang ben je al doof? Hoe lang is ze al doof? Waarom merk je dat? Wat bedoel je? Waarom merk je dat? Waarom merk je dat de dove taal niet geaccepteerd wordt? Het gaat via het gehoor. Wacht, maar dan praten. Horen de mensen praten met hun mond en de klanken via het oor. Maar bij doven kan je praten zonder stem. Dus voor horende mensen is dat heel vreemd. Wil jullie koffie? Dan kijken ze raar of zijn ze geïnteresseerd. Dat ligt toch ook aan de persoon. Hey, hallo. Hey, kom binnen. Hey. Hoi. Hallo. Hallo. Hoi. Nou, we zijn er. Nou, goed, kunnen we meteen beginnen? Ja, prima. Oké. When you wake up in the morning, swimming in your sweaty bag, and when you sleep by your side, oh, what a terrible night. Yeah! A horrible dream you had in your head. A horrible dream you had. Opnieuw hier. Geloof in jezelf. Daar gaat hij nog een keer.
Zo kan ik toch niet werken? Laat me toch! Laat me toch! Ga maar naar huis. Ik heb er genoeg van. Naar huis. Ga maar naar huis. Weg! Iedereen weg! Ik heb er genoeg van! Oprotten! Geef hem er nog maar eentje. Hallo, ben ik te laat? Ja, je bent te laat. Kom maar gauw staan. Goh, dus je bent toch de regisseur? Ja, nu ben ik de baas. Mijn kroon. Ik ben de koning. Let maar niet op hem. Goeie reis, schat. Nou, ja, kijk. Moeilijk en zo, hè, eerste keer. Ach, je moet er maar eens een film van maken. Wees wat duidelijker. Nou, je moet er maar eens een film van maken. Actrice. Is dit een nieuwe star? Een nieuwe hoofdrolspeelster? Maar weet, o nar, dat dit rijk beroofd werd van een god. Bladzijde 111. En dat het nu in handen is van een doortrapte pauw. Afhond in je mand. Goed, laten we doorspelen. Te laat. Verraad. En gij, goden, ontneem hem in uw hoge raad de macht. Breek alle velgen en spaken uit zijn stoel en rol de naaf de berg des hemels af tot in de hellepoel. God uit, help hem. In de hellepoel. Bladzij 112. Het felle gif kraait koning in mijn geest. Ik zal het nieuws van zijn triomf niet meer meemaken. Want ik voorspel nu dat men hem tot koning kiest. Hij zal mijn werk, deze swingende documentaire, afmaken, afronden met mijn zegen. Nu, breekt een edel hart. Slaap zacht, mijn prins. Mogen de engelen u te rusten zingen. Waar zitten we nu ergens? We zitten verkeerd. Zijn te ver doorgereden. Ja hoor, het zal een keer niet zo zijn. Die hele bende zit nu natuurlijk op ons te wachten. Ik heb wel een idee voor de film. Oh ja? Ja. Vertel op. Nou, we zouden een film kunnen maken over de auditie van vandaag. En dan zou jij helemaal uit je bol gaan en... Ja hoor. En Caroline, ja, weet ik wat. Lekker simpel. Dag. Zou je wel braaf zijn, hè? Wat een doring, hè? Kom op, we moeten eruit.
Na aanleiding van deze film geven wij u graag even het adres van de Gehandicaptenraad. En dat is Gehandicaptenraad, postbus 169, 3500 AD in Utrecht.